betere zorg en gezondheid dankzij beschikbaarheid van gegevens. Als je zorg nodig hebt, wil je snel en goed worden geholpen. Hoe fijn is het dan als zorgverleners direct toegang hebben tot informatie over je gezondheid? En als je zelf ook inzicht hebt in je gezondheidsgegevens, zodat je mee kunt denken over je behandeling? Dit is in de toekomst mogelijk dankzij een betere beschikbaarheid van deze gegevens. Hoe zit dat precies? Op dit moment leggen zorgverleners, zoals artsen, psychologen, fysiotherapeuten of de thuiszorg, gezondheidsgegevens op verschillende manieren vast. Ook communiceren hun informatiesystemen niet altijd goed met elkaar. Hierdoor hebben ze vaak geen toegang tot elkaars informatie of moeten ze te lang op informatie wachten die nodig is voor jouw behandeling. Dit kan en moet anders. Daarom zetten verschillende partijen, zoals patiëntenvertegenwoordigers, zorginstellingen, de overheid en zorgverzekeraars, zich hard in voor databeschikbaarheid. Oftewel, voor een goede beschikbaarheid van gezondheidsgegevens. In de toekomst zijn jouw gegevens altijd direct beschikbaar om te bekijken en gebruiken, voor iedereen die hier toestemming voor heeft. Natuurlijk bepaal jij zelf wie je toestemming geeft om jouw gegevens in te zien. Zijn jouw gegevens goed beveiligd en wordt jouw privacy goed beschermd? De voordelen van databeschikbaarheid? Zorgverleners zien direct alle gegevens die ze nodig hebben. Hierdoor kunnen ze jou sneller en beter helpen, worden dubbele onderzoeken voorkomen en is er meer tijd voor persoonlijk contact. Je hebt zelf ook toegang tot al je gezondheidsgegevens. Zo kun je beter meebeslissen over jouw zorg en actief werken aan je gezondheid. Jouw gezondheidsgegevens worden ook anoniem beschikbaar voor onderzoekers en beleidsmakers. Zij kunnen hiermee nieuwe kennis en inzichten opdoen, waardoor jij zelf en patiënten in de toekomst betere zorg krijgen. Kortom, met een goede beschikbaarheid van gezondheidsgegevens houden we de zorg in Nederland kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar. Wil je meer weten? Kijk op gegevensuitwisselingindezorg.nl/nvs.